Nou, welkom allemaal. Grote getallen. Ik heb het gevoel dat het vrij warm gaat worden de komende 20 minuten. Ik hoop dat mijn verhaal interessant genoeg is voor jullie om te blijven. Mocht je niet kunnen volhouden of is het niet interessant genoeg, ga dan maar weg. Ik ben Harmen Visser, ben werkzaam bij TrafficView. Hou me daar bezig met het search advertising, oftewel het adverteren in zoekmachines door middel van Google AdWords en Yahoo Search Marketing. Daarnaast hou ik me bezig met business development binnen TrafficView, dus een randproduct voor TrafficView uitbreiden. We gaan vandaag een sessie houden van ongeveer 20 minuten. Eigenlijk een beetje kort denk ik, dus we moeten snel door de dingen heen. En vandaar ook het volgende, als je echt specifieke vragen hebt waarvan je zegt, goh, daar kan eigenlijk geen kort antwoord op gegeven worden van, nou, wel of mail me even. Ik wil met alle liefde gewoon even persoonlijke problemen of vragen beantwoorden. Maar interactie vind ik ook leuk, dus als er korte vragen zijn, steek je hand op en roep maar. Ik ga er trouwens van uit dat iedereen die hier aanwezig is, dat hij enige ervaring heeft met AdWords. Wie beheert zelf een AdWords-account? Oké, en degene die het niet doen, zijn die er wel verantwoordelijk voor? Ja? Oké. Geen vingers hoeft er niet. Ik wil de volgende punten eigenlijk gaan behandelen. De search funnel analyse, een stukje longtail, het content netwerk, het conversiepercentage per positie in de zoekmachines en de daarbij behorende biedstrategie. En Yahoo Panama, een hot item op dit moment natuurlijk. Eerste puntje. De search funnel. Wat jullie hier zien is een trechter. En deze trechter heb ik ingevuld met een aantal queries. Zoektermen die een bezoeker in Google zou kunnen invullen. Wat je ziet is dat wat de trechter eigenlijk altijd van breed naar smal gaat. In dit geval bijvoorbeeld iemand die zoekt in Google op vakantie Turkije. Ziet allemaal advertenties staan. Klik bijvoorbeeld op Jiba. Vervolgens komt hij erachter, hey, ik wil bijvoorbeeld naar de streek Bodrum. Gaat weer naar Google toe, doet weer een zoekopdracht, vakantie Bodrum, nog specifieker. Vervolgens komt hij erachter dat hij het hotel 3S Beach interessant vindt. En gaat dat als laatste query invoeren in Google. Een hele specifieke zoekopdracht. Om te kijken van, hey, degene die het hotel 3S Beach aanbieden, van ja, wie is het goedkoopst en waar wil ik uiteindelijk mijn booking doen. Ik heb hier een paar variabelen ook nog naast gezet. Nou, je kunt natuurlijk bijvoorbeeld het AIDA-model erbij naast houden. Van, nou ja, je begint met breed en steeds specifieker zoekwoorden die volgen, zeg maar. En hoe specifieker het wordt, hoe sneller zal de conversie plaatsvinden. Nou, in dit geval, stel dat deze zoekopdracht, ik heb dus even in de travel branch erbij gezet. In dit geval, stel dat dit gebeurt. Dus iemand zoekt op vakantie Turkije, klikt op Jiba. Vervolgens gaat hij zoekt op vakantie Bodrum, klikt op Jiba, et cetera. En uiteindelijk doet hij de boeking. Bij welk zoekwoord gaan wij de conversie, de boeking, uiteindelijk aan matchen? Bij elk woord. Oké. Hebben we enige mensen met een, die bijvoorbeeld misschien zelf campagnes managen, wat zouden jullie doen? Stel, dit is het geval en op het laatst wordt gezocht op 3S Beach Hotel. Daar wordt de cookie gezet en dat is over het algemeen ook het laatste wat je kunt weten. Wat je in ieder geval in de praktijk het meest ziet, is dat de conversie wordt toegekend aan het laatste zoekwoord. Iemand heeft op het laatste de zoekopdracht 3S Beach Hotel ingevoerd, deed vervolgens de boeking bij bijvoorbeeld Jiba, heeft bijvoorbeeld een marge opgeleverd van 100 euro. En vervolgens, dus wat je in de praktijk ziet, is dat mensen die 100 euro gaan toekennen aan dit zoekwoord. Omdat ze überhaupt geen inzicht hebben in de voorgaande zoektermen. Dus de snelgemaakte conclusie en wat je zelf ziet en wat we ook bij TrafficView in het verleden ook echt veel gedaan hebben, is dat je woorden waarvan je denkt dat die je niks opleveren, in dit geval het zoekwoord vakantie Turkije, vakantie Bodrum, want die hebben namelijk geen directe boekingen voor opgeleverd, dat je daarop gaat afbieden of dat je die gaat verwijderen uit je campagne. Nou, mijn tip is eigenlijk, ga je hele search funnel doormeten. Ga dus kijken van, ik heb een boeking en die boeking komt door het zoekwoord Hotel 3S Beach, maar je moet ook gaan onderzoeken, hey, ja, welke voorgaande zoekopdrachten zijn er geweest en welke voorgaande zoekopdrachten hebben eigenlijk ertoe geleid dat de laatste zoekopdracht en de boeking hebben plaatsgevonden. Vervolgens, als je dat inzicht hebt, dan kun je met die data kun je natuurlijk je campagne veel beter gaan aansturen. Klinkt misschien allemaal leuk en aardig, maar hoe doe je dat?
Nou, dat kan bijvoorbeeld door middel van Google Analytics. Dan moet je een paar extra filters inbouwen. Dan kun je dus achterkomen van, hé, wat is het hele, in de hele zoekfunnel? Wat was de zoekfunnel aan voor een bepaalde boeking? Yahoo Assist. Iemand bekend met Yahoo Assist? Nee. Nou, Yahoo komt met Panama, zoals jullie waarschijnlijk wel weten. En in Panama zit een webtracking tool en die heet Yahoo Assist. En die, geeft dus ook de assist door. En dat zijn dus de woorden waar ik net over had. Het woordje vakantieboardroom was eigenlijk een assist voor het zoekwoord Hotel Tweet Airspeeds die alleen in mijn hoofd in te komen. En er zijn natuurlijk nog extra pakketten. Het gevolg is dat je daardoor zeg maar veel betere beslissingen kunt maken over je zoekwoorden. Het woord vakantie Turkije heeft misschien nu wel waarde, terwijl je eerst dacht van nee, dat woord heeft geen boeking opgeleverd. Maar nu kun je zeggen van hé, dat woord Turkije, vakantie Turkije heeft wel waarde, heeft wel een boeking opgeleverd. Op die manier kun je dus veel beter zoekwoorden gaan managen en kun je uiteindelijk veel meer volume en veel meer rendement pakken. Wie heeft al eens gehoord van Extended Broad Matching? Oké. Google heeft een algoritme waarbij zij advertenties triggeren naar aanleiding van de zoekopdracht. Even een voorbeeldje. Ik zoek hier, zoals jullie kunnen zien, op het zoekwoord vakantie. Dan zien wij allerlei advertenties staan die eigenlijk allemaal echt heel relevant zijn voor het zoekwoord vakantie. Maar we zien ook een beetje misschien advertenties erbij staan die in mindere mate matchen met het woord vakantie. Ik zie bijvoorbeeld een advertentie gaat over hotels. Nu vraag ik mij af, ik weet het niet, maar het zou heel goed kunnen zijn dat deze partij niet adverteert op het woord vakantie. Wat gebeurt er namelijk? Google heeft een heel slim algoritme, althans het is de bedoeling dat het heel slim is, waarbij zij groepen woorden aan elkaar matchen. In dit geval matcht Google het zoekwoord vakantie aan het zoekwoord hotel. Waardoor als jij adverteert op het woord hotel, jij ook wordt vertoond op het zoekwoord vakantie. En zo heb je bijvoorbeeld ook dat schoonmaken wordt gekocht uit onderhoud, CWI en vacatures en nog duizenden andere varianten. Wat is eigenlijk heel belangrijk is, op zich is het niet erg als je dus breed gematcht wordt, want je advertentie wordt meer vertoond. Als je advertentie meer wordt vertoond, als die maar relevant is, als het maar goede bezoekers oplevert. Wat je dus moet doen, en wat is mijn advies is, dat je gaat analyseren, hey, op welke zoekwoorden wordt mijn advertentie getriggerd. En zitten daar zoekwoorden bij, zijn die zoekwoorden wel goed? Converteren die zoekwoorden wel goed? Hebben die wel een positief rendement? Nou, hoe kun je dat doen? Ik heb hier even een klein screenshotje gemaakt uit een Google Analytics account. Google Analytics is een gratis web analytics tool van Google, dus kun je altijd inzetten. Je kunt een filter aanmaken in Google Analytics, waardoor je kunt zien van hey, wat is het zoekwoord waar ik op adverteer, dus het keyword, en wat is de daadwerkelijke query, ofwel het daadwerkelijk ingetoetste zoekwoord waar iemand op heeft gematcht. Nou, in dit voorbeeld zie je dus het zoekwoord vacatures Amsterdam. En tussen haakjes zie je de daadwerkelijke query. Dus iemand zocht in dit geval op CWI, Arnhem, en de advertentie van het zoekwoord vacatures Arnhem werd gematcht. Nou, vervolgens kun je in Google Analytics ook zien wat is het rendement van in dit geval eigenlijk CWI Arnhem. En kun je op die manier je campagne nog beter sturen en nog meer rendement eruit halen. Wie van jullie werkt er bij een bedrijf en werkt met een product sheet? XML file? Eén iemand? Oké, nou dan is het voor een groot deel van de mensen minder interessant. Maar er zijn tegenwoordig heel veel partijen en branches die werken met product feeds, met XML-files, waarin ze het daadwerkelijke productaanbod beschikbaar maken, nou ja, dus in een XML-file. Dat is verder een technisch verhaal dat ik zelf ook maar half snap, maar in ieder geval heel veel bedrijven maken hier al gebruik van. Een voorbeeld van zo'n product feed zie je hier. Dit is eigenlijk een hele grote lab met tekst, in dit geval voor een partij in de travel branche. Nou, wel een paar meter lang als ik het zou uitdrukken zo. Er staan alle 1000 accommodaties staan er op deze manier in. Van een accommodatie kunnen we hier bijvoorbeeld zien van, hey, het is een accommodatie in Turkije. De regio van deze accommodatie is Bodrum. De plaats is Mites. De accommodatienaam is 3S-Beach. Het accommodatietype is HOT, dat staat voor hotel. En de desbetreffende link. Als je dus deze data hebt, dan kun je hier dus heel mooi zoekwoorden uithalen. Een stukje longtail, bijvoorbeeld de accommodatienaam.
of de accommodatienaam plus de plaats, de accommodatienaam plus de streek, de accommodatienaam plus het accommodatietype. Dat zijn dus alleen al van hetgeen jullie hier op het screenshot zien, daar kan ik al zo minimaal zes hele relevante zoekwoorden van bedenken. Nou, ze zijn relevant en ze zullen ook heel snel profiteren, want nou ja, dit is, nou, wat ik net al zei, als iemand zoekt op Hotel 3 Ash Beach in Bodrum, nou, de kans dat iemand converteert is heel groot, want diegene weet al heel precies eigenlijk waar hij heen wil. Daarnaast kun je, als je deze data hebt, kun je ook heel makkelijk een advertentietekst maken. Je hebt, je weet wat, het land, je weet de plaats en je weet bijvoorbeeld dat het een hotel is. Dus je kunt heel makkelijk automatische teksten maken waarin je bijvoorbeeld zegt, hey, boek dit hotel in Bitesse zeer volledig online. Waarom zou je dit doen? Waarom zou je, indien je een product feed hebt op deze manier, waarom zou je daar gebruik van maken? Nou, ten eerste, het is een stukje longtail. Echt, allemaal zoekwoorden kun je op deze manier definiëren die, nou, die niet veel gezocht worden, maar die wel heel specifiek zijn. Dus de kans dat iemand converteert op zijn zoekopdracht is heel groot. Het is eigenlijk heel makkelijk te doen. Ik zal zo nog even kort zeggen hoe je het kunt doen. En je hebt altijd up-to-date aanbod. Als je dit bijvoorbeeld eens per maand doet, geautomatiseerd, heb je continu je productaanbod online staan. En dit is een voorbeeldje van Travel, maar je kunt je ook voorstellen, als je wasmachines verkoopt en ander witgoed, dat je alle producttypes op deze manier uploaden. Stel je hebt een vacaturebank, kun je alle namen van alle vacatures bijvoorbeeld op deze manier uploaden. Nou, mijn advies is ook, als je een product feed hebt, als je werkt met XML-files, maak daar gebruik van en kijk wat in die file kan ik gebruiken voor het maken van een setup. Nou, hoe kun je dat doen? Je kunt zelf een beetje gaan knutselen met Excel, dat is prima te doen. Als je een wat handige collega hebt die een beetje kan programmeren, kan die met Visual Basic wat maken. Dat is een stukje software wat aan Excel hangt waar je ook in kunt programmeren. Of je kunt echt een uitgebreidere tool maken. Ik heb hier een voorbeeldje van een tool die wij bij TrafficView gemaakt hebben. Voor een grote partij, ook in online retail. Nou, ik hoef bij eens per maand, of ja, zo vaak als ik wil, druk ik gewoon op een knop. En wat die tool doet, je haalt het nieuwe product aan bod waar ik nog niet op adverteer voor deze klant. Trekt die uit de database en maakt die kant-en-klare setup van die automatisch online gezet wordt. Via de API dan of via de standaard functionaliteiten? Nou, dat is inderdaad twee. Als je een setup gegenereerd hebt, kun je of via de API uploaden. Nou, dat kan dus heel mooi. Je kunt het ook gewoon via de AdWords Editor doen. Kost je 5 minuutjes en heb je het ook online staan. Dan kun je een CSV importeren in je editor? Ja hoor, ja. Ja, je kunt gewoon een CSV importeren in je editor. Dus op deze manier heb je, nou ja, voor deze klant, als ik het screenshotje kijk. Even kijken, nieuwe keywords, bijna 6000 nieuwe keywords. Dus 6000 nieuwe producten die ik op deze manier, nou, binnen 10 minuten online heb staan. Hele goede kliks, hele goede kwaliteit, heel veel conversie. Het contentnetwerk, ook van Google. Is helemaal bekend met het contentnetwerk. Ja, inhoudsnetwerk, ook wel contentinhoud van Google. Nou, het is een netwerk van duizenden sites. Het merendeel van die sites is van hobbyboeren, laten we zeggen. Kleinere websitejes. Maar er zitten ook een aantal grotere partners bij. Ik heb een paar van die partners laten afdrukken hier. tvgids.nl, trouw.nl. Alle websites van Elsevier. Dus, van Elsevier Read Business, ook alle zakelijke uitgaven ervan. Dus die sites die hebben zeg maar ruimte beschikbaar. Die stellen ruimte beschikbaar aan advertenties van Google. Ik denk dat jullie ze vast wel eens gezien hebben, zijn de advertenties waar staat Ads by Google, Ads door Google. En sommige mensen noemen dat ook AdSense, wellicht bekend. Nou, het zijn dus die tekstadvertenties die je her en der op site ziet staan. Nou, via je AdWords campagne kun je dus een campagne maken die je richt op dat netwerk met die duizenden sites. Dat kan op zoekwoord gericht, zowel als site gericht. Dus bij site gericht zeg je van, ik wil bewust adverteren op tvgids.nl en bij zoekwoordgericht zeg je bijvoorbeeld ik ga adverteren op het zoekwoord vishengel en Google mag mijn advertentie plaatsen op alle websites in het netwerk waar het woord vishengel voorkomt. Dat is twee manieren. En je kunt zowel op CPC basis als op CPM basis adverteren. Dus het is kost per klik en kost per 1000 vertoningen. Hij doet het. En daarnaast kun je tekst advertenties uploaden, maar ook banners en tegenwoordig video. En
Nou ja, goed, als je kijkt wat Google de laatste jaren gedaan heeft, kun je hier wel doordenken en dan zie je wat er allemaal aan zit te komen. Dus dit is een heel belangrijk echte focus voor Google in Nederland. Tenminste, zoals ik het zie, search is een beetje uitgegroeid. Google gaat kijken, hé, waar kunnen we nog meer wegpakken? En dat zit hem hier voornamelijk in. Mijn tip is, als je een standaard, als je bijvoorbeeld het contentnetwerk aanzet in je AdWords campagne, is heel makkelijk, je kunt gewoon een vinkje aanzetten en dan word je ook vertoond op het AdWords, op het contentnetwerk. Dan weet je eigenlijk niet van tevoren waarop je vertoond wordt. Er zijn duizenden sites en Google gaat die duizenden sites in principe niet, zal niet aangeven welke sites dat zijn. Dus wat je moet doen, je moet uitzoeken op welke sites word ik precies vertoond. En op welke site heb ik een positief rendement, of waar voldoe ik wel aan mijn doelstelling en waar voldoe ik niet aan mijn doelstelling. Het kan natuurlijk heel goed zijn dat je op sites wordt vertoond waar je niet wil staan vanuit brandingperspectief, of de sites die een veel hogere kosten per conversie hebben. Nou, die sites die moet je eigenlijk uitsluiten. Want door die sites uit te sluiten, wordt de kwaliteit van je totale campagne beter en kun je dus eigenlijk meer bieden op de andere zoekwoorden. Nou, hoe kun je dat doen? Via de Google Analytics in te schakelen. Ik gebruik veel Google Analytics omdat het een gratis tool is. En op dit moment ook het meest gebruikte tool in Nederland. Dus nou, daar kan het niet van mee. Moet je even een extra filter aanmaken. Als je wilt weten hoe dat moet, moet je even kijken op www.andreescholten.nl. Dat is de website van mijn collega en die is vrij handig met zulke soort dingen. En je kunt natuurlijk ook gewoon je eigen Web Analytics pakket gebruiken. Je kunt gewoon een extra parameter toevoegen in je URL van, hey, als iemand op mijn advertentie klikt, geef mij gelijk even de website weer van waar die gesurfd wordt. En dan kun je dus op die manier analyseren waar je traffic vandaan komt. Nog twee losse tips. Ik hoop, of ik denk dat deze bij iedereen wel bekend is. Maar indien je een nieuwe campagne start bij Google AdWords. En je doet hem gewoon een normale Google campagne gericht op het zoeknetwerk. Start alsjeblieft met hoge max bids, oftewel hoge CPC's. Bewijs Google dat je relevant bent, want het gaat puur om relevantie bij Google. Zorg dat je een hoge CTR krijgt. En ga vanaf daar langzaam afbouwen met je max CPC, totdat je je doelstelling hebt bereikt. Ga dus niet inzetten op 5 cent en langzaam steeds bijbieden om meer om het optimum te vinden. Pak de andere kant. Ga inzetten bij zo'n op 2 euro. Ga vanaf daar langzaam kleine stapjes terug naar daar wil je te komen. Nou, dus waarom? Op deze manier kun je in het begin even bovenaan meedraaien. Kun je een hoger CTR halen, een hoge relevantie dus. En op die manier kun je jezelf eigenlijk bewijzen van, kijk Google, ik kan het wel, beloon mij maar met een hogere positie en een lagere CPC. Tweede puntje, als je dat eenmaal gedaan hebt en je gaat verder managen, dan moet je eigenlijk kijken van, ligt even aan je doelstelling, maar als je kost per conversie een doelstelling is, dan aansturen op kost per conversie. Kan het heel goed zijn, als jij bijvoorbeeld op positie 4 staat, dat je rendement acceptabel is. Dat je zegt, hé, laat hem staan. Maar wat je ook kunt doen, je kunt ook gaan analyseren van, wat gebeurt als ik met mijn advertentie in plaats van hier ga staan, wat gebeurt als ik hem daar neerzet? Is het zo dat het conversiepercentage hetzelfde blijft? Nou, er zijn allerlei theorieën over en het antwoord weet ik niet, maar wat ik wil adviseren, onderzoek het. Ik heb bij een paar klanten gezien dat het conversiepercentage bij een toppositie beter is bij een positie aan de zijkant. Dat houdt in dat ik, als ik aan de zijkant sta, eigenlijk meer kan betalen voor de klik en er zelfs bovenaan kan staan, terwijl het rendement op dezelfde zoekwoord er niet minder om wordt. Terwijl je volume natuurlijk wel veel hoger wordt als je bovenaan gaat staan. Dus de tip, ga dit doormeten. Heb jij een mogelijkheid om te zien voor welke positie je click-through rate het beste is? Ja. De vraag hier is van of er een mogelijkheid bestaat om te zien waar is je CTR het beste. Die functie bestaat wel, alleen je hebt er niets van. Want ik neem maar dat je de vraag stelt om te kijken van, hé, waar kan ik de hoogste CTR halen? En waar vindt Google mij, zeg maar, het liefst? Of waarom zou Google mij daar voorkeurspositie? Ja. Nee. Op het beperkt budget. Ja. Nee, want in principe normaliseert Google dat ook. Dus, en ik zou het kunnen uitdraaien, maar ik kan geen conclusie daarop maken. Ik werd net al op geweest dat de tijd bijna voorbij is. Komt goed uit, want dit is de laatste tip alweer. Yahoo Panama. Mochten jullie gebruik maken van een Yahoo campagne, een Yahoo account. Nou, een groot deel van jullie zal wellicht een account hebben. Yahoo komt gelukkig met een nieuw systeem. Het nieuwe systeem wordt net zo goed als dat van AdWords.
Hopelijk het marktendeel, hoop ik dat het ook mee zal stijgen. Mijn advies is, er zijn ook twee opties. Als jij een account hebt, een Yahoo account, en hij moet over naar een nieuwe Yahoo Panama systeem, zijn er twee opties. Optie 1, je zet je huidige account om naar een Panama setup. Dus je huidige Yahoo account omzetten. Optie 2 is je AdWords account converteren naar je nieuwe Yahoo setup. Ja, ik wil het tweede adviseren. Waarom? Ten eerste omdat het makkelijker is. Het kost je, want er zit namelijk een converter tool, die zit gewoon in de Yahoo zit dat ze ingebouwd. Dus die converter tool die is er al. Het is makkelijk dus om je AdWords campagne te converteren naar een Yahoo Panama setup. Plus daarnaast is het een heel moment om je campagnes weer synchroon te trekken. Wellicht heb je in het verleden te weinig tijd besteed aan je account of was die niet compleet vanwege hun Shadow Search Policy. Die Shadow Search Policy is nu aangepast, dus het is een heel mooi moment om opnieuw je zoekwoorden toe te voegen. Plus dat nu de relevantie bij Yahoo ook heel belangrijk wordt. En als het goed is heb je in je AdWords account heb je daar al heel veel rekening mee gehouden. Dus dan kun je die gewoon kopiëren naar Yahoo en weet je zeker dat je relevant bent. Dit waren enkele tips en tricks die ik jullie in 20 minuten wilde vertellen. Ik ben benieuwd of er nog vragen zijn vanuit de zaal. Niemand een vraag? Oké, nou, dan wil ik jullie bedanken.